Ja, 3 minuten zijn we onderweg en de eerste kans is voor Sparta. 20 seconden geleden te voet de diepte ingestuurd met bij zich, even kijken op mijn lijstje, nummer 15 Danny Benning. Maar Danny Benning verdedigt niet en dus kan dan te voet vanuit een moeilijke hoek schieten. Levert dat een makkelijke prooi op voor doelman Willemsen, omdat te voet ja, een beetje slap inschiet. Dat was het eerste gevaar van de wedstrijd. De huizensupporters zijn al een paar keer van hun stoel opgesprongen omdat ze dachten dat een terugspeelbal richting Rijnvis tekort was. Maar het bleek alleszins mee te vallen. Wishful thinking zullen we het maar noemen. Terwijl Guido de Graaf in balbezit is tussen twee spelers van Huizen. Komt hij daar uit? Nee, maar wel een vrije trap voor de oudspeler dus van Huizen. Aan de zijlijn is het Van Kamme die die vrije trap mag gaan nemen. Nou, dan hebben we die andere jongen die hier vorig seizoen nog wist, furoren wist te maken. Maar goed, hij nu in het shirt van Sparta. Nog geen basisplaats, maar vandaag dus in de ploeg. Omdat Dave Huijmans te laat op de Ebbenhorst was. Wordt wat gediscussieerd voor me. Altijd hinderlijk als de vrije trap in de tweede paal komt. Keeper Willemsen zijn doel uit. En dan is het uiteindelijk Knoop die de bal kan opvangen. Bij ver op eigen helft aan de rechterkant. Knoop mag geen balverlies leiden. En dus gaat hij helemaal terug richting Frederiksen. Frederiksen dan weer terug naar Kevin Rijnvis. En zo is de bal van de ene kant naar de andere kant. Alleen niet in de goede richting voor Sparta luisteraar. En dit is Knoop die de bal controleert. Met de sliding probeert te veroveren. Dat lukt hem niet. En dan gaat de bal over de zijlijn via Leroy Oels. En dan wordt er even opgeroepen dat er twee meisjes zoek zijn. Nou, daar kan ik niet bovenuit zeggen, dus laat ik dan maar afsluiten hier. Gaan we even kijken bij NSC. Misschien dat Arno de opstelling nog een keer kan noemen, want die is een al het geroezemoes niet verstaanbaar voor de luisteraar overgekomen. Nee, dat piept al. 0-0 ook hier na 13 minuten. Twee kansen gezien voor Sparta Nijkerk in de beginfase. De eerste die heb ik u benoemd. Daar was de voet verantwoordelijk voor. Nu wel gevaar, maar het is buitenspel. Voor Edwy is hij het natuurlijk niet mee eens. Goed steekballetje van Limon richting de hele rappe Edwy. Die vanaf links start. Dat is verrassend. Bij Huizen, daar hadden we Pengel verwacht. Maar Pengel zit vanmiddag op de bank. Zoals ook de linkerspits van Sparta Nijkerk, die Soudali op de bank zit. Maar goed, Edwy dus vanaf de linkerkant. En Limon gewoon in de spits. Maar dit paasje was goed. Alleen helaas voor Huizen. Buitenspel voor Edwy. Goed, die vrije trap is genomen. Inmiddels weer bij Rijnvis in bezit. Daar de opening naar de rechterkant van het veld. Frederiksen ver op de helft. Een metertje of 10 op de helft. Levert het heel slordig in. Breekt het balletje richting Knoop. Komt niet aan. En daar kan, even kijken op mijn blaadje, Konus de bal veroveren. Inmiddels bal aan de linkerkant van het veld. Weer Frederiksen. Half ertussen. En dan kijken of het duel gewonnen kan worden door Tim Crux. Dat is het geval, maar dat levert wel een inworp op voor Huizen. Ver op de helft van Sparta Nijkerk. Zoals al gezegd, geen Tissoudali, geen Huijmans. Want allebei in dezelfde auto en te laat. En dus moest de trainer ingrijpen. Twee andere namen voor hun, Sebastian van Kamme en Frank ter Voert in de basiself bij Sparta Nijkerk. Stefan Frederiksen weer in balbezit. Roster maar hoog en blind naar voren. Kan dan niet de bal bij een Spartaan krijgen. Datzelfde probeert Knoop nu wel met een kopbal. Nou, krijgt hem bij Davids, maar die ramt hem ook maar weer hoog naar voren. Toevallig op het hoofd van Van Kamme. Dan verliest de Graaf het duel. En kan Huizen wellicht uit met Limon. En dan de bal in de voeten bij Vitorina. En dan naar de linkerkant. Daar hebben we Edwy. Edwy met het paasje richting Limon. Eén keer spelen, maar dat lukt allemaal niet. En dan kan Sparta wellicht counteren. Als deze paas niet goed is en David niet kan herstellen, is dat applaus wat u hoort van de Huizenaanhang. Die vinden dat het beloond moet worden, dit gretige afjagen wat Huizen doet. Dat ook balbezit oplevert aan de rechterkant van het veld. Op de middenlijn de rechtsback Benning, die de weg terug verkiest richting de Graaf. De Graaf probeert te openen naar links, maar doet dat dan toch niet. En speelt zo heel makkelijk de Graaf uit. Dan de opening naar de linkerkant richting Edwy. Edwy met Frederiksen bij zich. Edwy gaat naar binnen, geeft mee op Limon. Limon met in zijn rug Tim Crux. Bal onder de voet, niks doen. We krijgen een strafschop. En dat is ook wat deze speler wil. En dan gaat hij alsnog een keer liggen. En dan is het weer geen strafschop en weer terecht. Dat publiek naar huizen kan wel een strafschop willen. Maar Limon was er heel erg naastig naar op zoek. En ook Vitorina gaat heel gemakzuchtig naar de grond. Denkt, ja, als je hem nu niet geeft en ik speel de bal te ver voor hem uit, ga ik maar liggen. Misschien denk je, nou ja, de eerste keer twijfelen, geef ik hem de tweede keer. Maar goed op van de scheidsrechter voorkomt dat Sparta onterecht een strafschop tegenkrijgt. Nu Limon. Limon gaat schieten. Maar dit is een eenvoudige plooi voor Kevin Rijnvis. Die deze bal makkelijk kan oprapen. En dan de tijd neemt de keeper in de hoofdklasse aan met nog 0 tegentreffers. Ik zeg het nog maar een keer. Deze keeper nog niet gepasseerd in het hele seizoen. En dat zou hij graag zo willen houden. Alleen moet hij ervoor zorgen dat hij dit soort ballen tegenhoudt. Nou, dat doet hij ook. De bal lang richting de Graaf. Die speelt
verdedigend opzicht bij Huizen en die kopt de bal weg. De spits bij Sparta heet ook De Graaf, dus dat is een beetje lastig. Want wie heeft nou de bal, de verdediger of de aanvaller? Goed, Huizen probeert er langzaam beetje bij beetje steeds meer uit te komen. En wordt brutaler als Van der Molen er goed tussen zit namens Sparta. De ingeleverd bij Te Veldhuis. Te Veldhuis draait Te Voet slordig. Hij stelt zelf nog een keer Te Voet. Nee, het is de bal in bezit bij Huizen, bij de aanvoerder. Sam Doeven en een applaus is er van het publiek dat nu ziet hoe de bal wordt teruggespeeld door Vincent Verbond naar doelman Willens. Het wordt levendiger en dat komt omdat Huizen steeds meer brutaal wordt, steeds brutaler wordt moet ik dus zeggen. En steeds meer de drang naar voren heeft. Het is nog altijd 0-0, 17 minuten gespeeld, maar van die 0-0 tussenstand, daar schrikken de Sparta supporters niet meer van. Van de jaren 80 terug naar het heden. En het heden leert dat een kwart wedstrijd onderweg zijn vanaf de Wolfskamer in Huizen. Nog altijd 0-0 op het bord. En Sparta had in een krappe minuut twee keer de kans om op voorsprong te komen. Eerst was er een kopbal van De Graaf die hem op 5 meter van het doel breed kopte. En daar Te Voet en Van der Molen elkaar in de weg zag lopen. Ja, een van de twee koppen was genoeg geweest. Maar ze liepen nu, terwijl ze allebei voor de bal gingen, tegen elkaar op. De kopbal van, ik dacht dat het Te Voet was, belandde over het doel. En een minuut later was het diezelfde Te Voet die nu wel collegiaal was richting Van der Molen. Want de voorzet van zijn voet vanaf de rechterkant was op het hoofd van Van der Molen. Die de bal goed naar de grond kopte, richting verre hoek. Maar helaas voor hem, een centimeter of 10 langs de verkeerde kant van de paal zag het verdwijnen. En dus twee goede kansen voor Sparta om op voorsprong te komen. Niet benut, 0-0 dus nog de stand. Kwart wedstrijd gespeeld en een inworp voor Huizen aan de rechterkant van het veld met Danny Benning. Die een bal nu richting zijn keeper schiet, heel hoog en heel hard. Nou, dit is kijken wat de keeper kan. Bal op de borst, keurig gedaan door Willemsen, de keeper van Huizen. Hij wilde de bal wegrossen, deze Benning. Maar schoot hem prompt richting zijn eigen keeper, Frederiksen. Met zo'nzelfde peer, alleen dan naar voren. Richting De Graaf die buiten spel stond, maar die komt niet aan de bal. Dan is er heel veel ruimte voor Huizen aan de rechterkant. Goeie bal richting Limon. Die zijn ze even vergeten. Limon, maar wat een prachtige tackle van Tim Crux. Nog net voordat Rijntjes in actie moet komen, glijdt hij de bal van de voeten van Limon tot corner. Nou, dat was even opletten geblazen. Weer zo'n steekbal tussen twee verdedigers van Sparta in van Huizen. Die voor gevaar zorgt. De eerste keer was het buitenspel voor Edwy. En nu was het Limon die aan het eind van de aanval stond. Maar op het moment dat hij wil schieten, is het Tim Crux met een perfecte sliding. Die voorkomt dat er een schot komt. En dus een corner voor Huizen met twee mensen daarbij. Dus de kans is groot dat het een kort tikje wordt. Dat Hamza Konus gaat geven of slingert hij hem gewoon voor en is dit een afleidingsmanoeuvre? Nou, dat is het. Bal bij de eerste paal. Ja, uitgekopt door Te Voet. Dus gaan we het gewoon opnieuw proberen. Met weer die lange man, De Graaf is het denk ik, die daarbij komt staan. Zo van ja, als we hem kort spelen, je moet me toch dekken. En dus moeten twee Sparta-verdedigers uit de 16 meter. En nu is hij wel kort. De corner met dus Konus die hem kan voorgeven. Dat hij doet. Dan in tweede instantie de bal richting Te Voet. Die is van Sparta. En dan schiet Van der Molen de bal wild weg. En denkt de Veldhuis, die hou ik niet meer binnen. Mag Huizen gaan gooien? Is er iets wat op druk lijkt van de thuisclub? Alleen is er niet echt iemand die die druk komt verzilveren. Als in, we gaan snel die bal halen en ingooien. Het is de man van de corner, Hamza Konus, die de bal gaat halen. Maar daar heel weinig haast mee heeft. Rustig de bal ook nog eens hoog houdt. Ja, zo komt er niet echt tempo. Dan krijgt het publiek er ook niet achter. Ik had dit moment aangegrepen om even vol gas te geven. Dat doet hij niet. Maar de inworp is wel genomen. Konus krijgt hem terug. Speelt hem dan ook terug naar zijn aanvoerder. Naar Doeven. Doeven ook weer terug. Naar Benning. En die moet dan nog verder terug. Maar zo komt Huizen er wel goed uit met De Graaf. De Graaf in de as van het veld. Kan veel meters maken. Doet dat niet. Speelt hem naar een ploeggenoot waarvan ik het rugnummer niet kan lezen. Dan Konus naar Doeven. Doeven weggedraaid bij Van Kammen. De inspeler richting Limon. Die wordt van de bal gezet. En dan kan Sparta omschakelen van Kammen naar Davids, naar De Graaf. De Graaf, linkerkant van het veld. Dan wordt er wat gewezen door de trainersduo bij Huizen. Speelt Van Kammen de bal terug. Krijgt hij nog een schop na van Doeven. Is hij boos op de scheidsrechter die dat niet heeft gezien. En de reden waarom er gewoven is dan het verleden tijd van zwaaien. Is dat er iemand na een blessurebehandeling nog langs de kant stond. Die krijgt nu een zet en dus komt er een vrije trap voor Huizen ver op de eigen helft aan de linkerkant. 25 minuten onderweg. Twee goede kansen voor Sparta en één goede zojuist voor Limon van Huizen. Dat is wat er op mijn blaadje staat. Na 25 minuten voetbal op de Wolfskamer. Dus, en daar staat het ook nog 0-0 na 35 minuten voetbal. Zijn we terug na een blessurebehandeling van Stefania Davids. En zien we hoe keeper Willemsen namens Huizen de bal naar voren schiet. Maar het hoofd vindt van Richard Rademaker die opnieuw aan de bak moet en de bal dan rustig terugspeelt. Nou, rustig. Met een stuit richting zijn doelman Rijnvis, die de bal dan weer mee kan geven aan Crux, die zojuist gevaarlijk mee opkwam.
En er leek een kans voor Sparta aan te komen. Maar op het moment dat hij wilde schieten of de bal wilde spelen, werd hij even gehaakt. En kwam er een vrije trap voor de Nijkerkers die ja, geen gevaar opleverde. Omdat Wouter van der Molen de bal met binnenkant voet vanaf een meter of 25 wilde inschieten. Ja, daar verras je doelman Willemsen niet mee. En dus kon de keeper vrij eenvoudig oprapen. En staat het dus na 36 minuten spelen in Huizen nog altijd 0-0 tussen twee ploegen die nou, niet echt heel veel kansen weten te creëren in deze wedstrijd. Eentje was er voor Huizen en twee voor Sparta-Nijkerk genoteerd, kort achter elkaar. Eentje voor Tevoet en eentje voor Van der Molen. Goed, het levert allemaal niet het gevaar op waar we op zaten te wachten. Nu misschien voor Huizen, als Limon weg is. Het is 1-1 daarvoor in met Edwin tegen Frederiksen. En Limon die de voorzet moet geven richting Edwin, maar die is 1,15 meter. En deze bal komt ook recht in de handen van Kevin Rijnvis. Maar een hoge bal richting Edwin, dat lijkt me niet heel verstandig. Rijnvis valt terwijl die schiet, maar krijgt de bal toch bij Davids. Dan via Van der Molen ingeleverd. Het was Van Kammen die inleverde bij Van der Molen en die was heel zorgig. Van Kammen repareert dit foutje van der Molen. Er wordt gewaardeerd en dit paasje is goed van der Molen richting Davids. Die is sneller, moet nu naar binnen snijden. Doet dat, nu de voorzet geven. Dat lukt hem net niet, omdat er goed rugdekking gegeven wordt door Verbond. Die daarmee zorgt dat Davids geen vrije voorzet kan geven en de bal alleen maar met de punt kan verlengen. Ja, tot bij iemand van Huizen. En dus is dat gevaar voor de thuisclub verijdeld. Als er een overtredingje gemaakt wordt door Van der Molen. De schreeuw is overdreven. Dat is ook wat de scheidsrechter tegen hem zegt. Van sta nou maar op, want zoveel is er niet aan de hand. En dus krijgen we een vrije trap voor Huizen. 38 minuten bijna op de klok. 0-0 de stand. Denk wel terecht. En laten we eens gaan kijken in Teugen waar Hoevelaak aan het voetbal. 44e minuut. Ik weet niet hoe lang het bij jou is. Maar goed, doet ook niet de zaken. Laatste minuut loopt. En Sparta heeft de bal op de helft van Huizen. Maar dit 1-2'tje tussen Davids en Van Kammen mislukt. En dan kijken ze elkaar boos aan. Ja, je kunt ook denken, we zijn die bal nu toch kwijt. Laten we er maar met z'n tweeën gaan voor zorgen dat we hem weer terugkrijgen. Schelde heeft ook niet heel veel zin als de bal aan de linkerkant is bij Edwin. Edwin met voor zich knopen. Dan schiet hij hem tegenop. En dan Davids of de linksback. Davids die de bal speelt. Ja, wat wild. Maar dan gaat er een kaart komen. Hij speelt echt eerst de bal hoor, Stefania Davids. En daarna, ja, dan komt er nog iemand anders in vliegen ook. Ja, dit is een duel om de bal. Het is hard, absoluut. Maar ze gaan er allebei hard in. En de eerste die de bal raakt is echt Stefania Davids. Goed, er komt een kaart voor de buitenspeler bij Sparta. En Leroy Oelers ligt op de grond. En zo gaan we van de blessurebehandeling van bij VC Boys naar een blessurebehandeling bij Huizen. En dus even kijken hoe het bij NSC maken plaats voor een doelpunt. Sparta komt op voorsprong. We geven hem aan Stefania Davids. Een goedlopende aanval via Tisudali die hem op een meter of zes, ja, zijn teamgenoot van de Molen vrij speelt. Die moet hem er eigenlijk inschieten, maar tikt hem nog een keer breed. Dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Want hij komt bij Davids en die schiet dan op doel. En via een aantal benen hobbelt hij uiteindelijk over de lijn. En zo staat Sparta na 52 minuten op 0-1 in Huizen. Een uitstekende tussenstand voor de Nijkerkers. Er was gewisseld. Tisudali, nog geen 6 minuten in de ploeg, is ja, in die 6 minuten de meest gevaarlijke man bij Sparta. Had een goede kans al na 49 minuten. Toen dook hij alleen op voor doelman Willemsen. Maar wilde hij het laconiek doen met binnenkant voet te ver in de hoek zoeken. Schoof hij hem via de buitenkant van de paal naast. 2 minuten later is het dus Davids die de trekker overhaalt. En met een beetje geluk, dit moet worden gezegd, belandt de bal achter Willemsen. Staat Sparta met 1-0 voor. En is ook de Graaf, Huimans, ik blijf daarover struikelen hoor. Aan het warm lopen. Dit is Hens. En dat is dan ook een kaart, denk ik. Ja, als je de bal met je handen klem pakt, expres. Nou, hij geeft hem niet. Dat ziet de scheidsrechter die dat goed doet. Want je kunt hier wel heel veel geven. Maar ik heb liever dat hij kaarten geeft voor verschrikkelijke overtredingen. Tisudali, even wachten wat hij gaat doen. Hij loopt hem overheen naar de Graaf. De Graaf komt door. Maar niet tot bij een Spartaan, maar tot bij Willemsen. Sparta begint uitstekend aan de tweede helft. Er zijn 7 minuten onderweg. De voorsprong is er dus via een beetje geluk. Maar wel de treffer dus voor Davids, die daarmee belangrijk is vandaag voor zijn team. Hij breekt de band voor de Nijkerkers. 0-1. En als Rijnvis net als de vorige 5 wedstrijden zijn doel schoonhoudt, dan kan Sparta weer een overwinning bijschrijven. Maar zover is het dus nog lang niet in Huizen. We gaan eens even kijken hoe het bij Hoevelaak is, dat op bezoek is bij Teuken. En Sparta Nijkerk. 56 minuten gespeeld voor rust. Niet al te veel grote kansen. En nu staat Sparta ineens met 0-1 voor. Dankzij die treffer van Davids wordt er gefloten voor Hens. Kan hij niet zoveel aan doen. De bal stuit het wat verkeerd op. En dan is het Hens. In dit geval van Rijndal Vitorina. En dus krijgt Sparta een vrije trap. Een halve minuut geleden een voorzet waarbij de Graaf weer eens doorkopte namens Sparta. En de bal bij Knoop leek te krijgen. Die wilde hem vallend inschieten. Maar hij miste gelukkig voor Huizen de bal. Anders had het waarschijnlijk 0-2 gestaan. Nu Tarik Tisudali die de bal via zijn lichaam, dacht ik, over de zijlijn ziet gaan.
Maar de scheidsrechter heeft dat niet gezien, dus mag de inworp door de Nijkerkers worden genomen. Ja, die rechtsback had in de eerste helft een eenvoudige middag, maar die staat nu al 10 minuten tegenover Tissou Dali en die vindt het niet meer zo leuk. Hij schiet ook alles weg wat hij nu voor hem ziet en deze bal verdwijnt ook over de zijlijn. Deze bal van Danny Benning, dat is de man waar ik het over heb bij Huizen, die nog een vervelend laatste 35 minuten tegemoet kan gaan zien met deze Tissou Dali in de ploeg. Hij was dus te laat en werd daarvoor disciplinair gestraft. Net als dat voor Huimans geldt, werd op de bank gehouden, maar na rust moest die Ouali toch al wat doen, omdat zijn ploeg niet heel veel stootkracht voor je had. En dus Tissou Dali erbij voor te voert. En het levert niet alleen door die wissel op, maar het levert in ieder geval de voorsprong op voor de Nijkerkers. Die nu zien dat de Graaf probeert op te bouwen bij Huizen. Dit is het balletje onder je voet door, heel handig. En dan naar Benning. Benning, nou heeft hij even de tijd om wat goeds te bedenken. Speelt hij hem bij het Veldhuis in de voeten. Nou, die schiet hem dan over de zijlijn, omdat hij de bal niet kan controleren. En mag Huizen gaan gooien. Staat 0-1. En zoals ik al zei, die 0 van Rijvis, die staat er al het hele seizoen. Dus normaal gesproken, we gaan niet te vroeg juichen hoor, maar dan bij dat gegeven kunnen we 3 punten erop schrijven voor Sparta. Maar dan moeten ze vooral opletten op deze Limon en Pengel die aan de zijlijn aan het warmlopen is. Want dat is ook een hele goede speler bij Huizen. Die gaat waarschijnlijk zo meteen in de ploeg komen. Zeker met die achterstand. Dit doet Limon goed. Dan moet de voorzet komen vanaf de rechterkant. Wordt hij geblokt door Van Kammen. Die dan ziet dat de Veldhuis een duwtje krijgt. En voordat hij de bal wil wegschieten, krijgt de Veldhuis een vrije trap voor Sparta Nijkerk. 58 minuten hebben we gespeeld op de Wolfskamer. De voorsprong is er één die verdiend is voor de Nijkerkers. Maar allerminst comfortabel is 0-1 het doelpunt van David. 7 minuten geleden gemaakt. Even kijken bij. Dat zal een stuk moeilijker worden. Als hier de corner wordt geplaatst, Crux verlengt. Maar dat doet hij tot bij. Even kijken, Verbond namens Huizen. Huizen drinkt meer en meer aan hoor. En Sparta probeert in de omschakeling daar wel voor gevaar te zorgen. Kreeg één hele grote kans. 1 minuut of 5 geleden. Oud Huizen spelen. De Graaf had 2-0 moeten maken. Maar eerst kijken hoe Pengel voorgeeft. En de bal via de borst, ja, buik van Frederiksen naast gaat bij Huizen. Schribbelen ze moord en brand voor Hens en een strafschop. Dat begrijp ik, had ik ook gedaan. Maar de scheidsrechter die uitstekend fluit. En op dit onderdeeltje kan ik hem daar niet beoordelen, want ik zit er te ver vandaan. Maar Schaper had ik al opgeschreven uit Dokkum. Fluit een uitstekende wedstrijd. En op basis daarvan durf ik hem bij dit twijfelgeval ook gelijk te geven. En ook al omdat het het voordeel van Sparta is. Hoewel, nu Rademaker kopt uit. En dan doet Davids de rest. Tissou Dali 2-1. En die 1 is dan van Sparta. Dan moet hij hem crossspelen richting Rademaker, die helemaal mee is in de spits. Niemand weet waarom. Hij geeft hem breed aan David. David met naast hem. Even kijken, Rademaker. Maar hij kiest voor de Graaf. De Graaf. Gaat hij uithalen? Nee, hij speelt hem naar links. Ja, maar Rademaker is centrale verdediger, wil de bal in de voeten. En gaat hij echt niet meer achteraan en gaat zijn positie achterin weer opzoeken. Kwartiertje nog voor Sparta. Zoals ik al zei, Huizen dringt aan, komt ook door de wissels. 4 aanvallers in de ploeg nu. En dus willen zij, koste wat het kost, een doelpunt gaan maken tegen die nog maagdelijke verdediging van Sparta Nijkerk. Nog altijd geen tegentreffer in het hele seizoen. Hoofdklasse A voor de Nijkerkers. En dat moeten ze nog een kwartier volhouden om ook aan deze wedstrijd 3 punten over te houden. Maar het zal een hels karwei worden. Want het staat weliswaar 0-1. Maar Huizen, zoals ik al zei, dringt aan. En met nog een kwartier te gaan is er voor die ploeg nog tijd genoeg om de gelijkmaker op het bord te brengen. Sparta wissel. Daar is die Dave Huimans in de ploeg. En dan gaan we kijken wie er vanaf gaat. Ik denk dat Sebastiaan van Kammen het slachtoffer is. Nee, het is Rick Knoop die naar de kant gaat bij de Nijkerkers. Goed, die wissel die pakt u nog even mee een kwartier voor tijd. Het wordt dus Huimans voor een kwartiertje. Misschien dat hij de verlossende 0-2 op het bord kan brengen. Maar met 0-1 gaat ook iedereen juichend de bus in. Kijken hoe het bij Arno is en bij zijn NSC dat het opneemt tegen DFS. Huizen nog altijd die 0-1 voorsprong op het bord. Sparta Nijkerk dat die voorsprong verkreeg. 1 minuut of 5 na rust via Stefania Davids. En na 83 minuten staat die 0-1 nog altijd op het bord. Is de druk van Huizen er inmiddels een beetje af. Maar blijft het natuurlijk tot de late snik opletten geblazen. Zoals dat dit seizoen al zo vaak aan de hand is. Omdat Sparta nou eenmaal vergeet steeds afstand te nemen van ploegen. Zoals in dit geval Huizen. En met die 0-1 is het billen knijpen tot de laatste seconde. Al is die nog even weg hoor. Want er komen zeker wel 3 minuten bij. Dus nog 10 minuten heeft de thuisploeg om iets te gaan creëren. Van Kammen krijgt Verbond niet van de bal. Dan loopt Verbond door op Crux. Maar krijgt Verbond al nog een vrije trap. Omdat Van Kammen denk ik vasthield. En is Crux geblesseerd aan de enkel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het was een harde botsing met Verbond. Die als verdediger even mee opkwam. Ja, er staan er genoeg van Huizen. Maar zelfs Verbond komt nog even mee naar voren. Ze hebben 4 spitsen. En dan ook nog een verdediger die mee opstoomt. Ja, het kan niet op. Ze staan ook met 0-1 achter. Dus heel veel keus hebben ze ook niet. De thuisploeg hier. Huizen dus. Dat op de Wolfskamer acteert. 0-1 achter staat en met deze vrije trap
misschien voor gevaar gaat zorgen voor het doel van Rijnvis. Wat zou hij graag ook vandaag weer zijn doel schoonhouden. Maar goed, hij moet eerst deze vrije trap overleven. Met Danny Benning, de rechtsachter, die de bal op het juiste polletje neerlegt. Maar van de scheidsrechter een halve centimeter terug moet. Dan nog een halve centimeter. Ja, zo heeft het niet zoveel zin. En dan moet het alsnog vanaf deze afstand. Goed, het is Benning die een aanloop neemt alsof hij het ineens gaat proberen. Nou, ik ben benieuwd of Benning dat kan. Nee, dat kan hij absoluut niet. Want hij schiet hem naar de cornervlag toe. Nou, dat is een gemiste kans. Zeker met zoveel mensen in een geel-groen shirt voor het doel. Ja, breng die bal gewoon in bij de tweede paal. Zoals Frederiksen dat 10 minuten geleden deed. Toen zag hij in het punt van de 16 zo'n beetje met een crossbal Guido de Graaf vrijstaan. Die nam hem ineens op zijn pantoffel. En helaas voor hem stond doelman Willemsen op de goede plek om die poging te keren. Een grote kans was het niet. Maar Sparta was daar wel redelijk dichtbij met een mooie poging van Guido de Graaf. De Hoevelaker dus, die vorige week nog matchwinner was, maar inmiddels naar de kant is en vervangen is door Tim Muller. Frederiksen, rechterkant van het veld, probeert de bal naar de zijlijn te spelen waar Tim Muller zich aanbiedt. Maar Edwy zit daar goed tussen en voorkomt dat die paas aankomt. Sparta moet gaan gooien. Degene die dat moet gaan doen is Stefania David. Muller moet zich wel gaan aanbieden. Dat gebeurt ook. Muller, bal van de voet. En dan kan Boeven er met de bal vandoor. Speelt hij een breed. Dat is een risicobal. Zeker als de centrale man ook nog gaat lopen klieren. Dan krijgt Tissoudali de bal om de Graaf heen. Voorzet, nee. Nog maar een keer kappen. Dan de voorzet met links. Bij de tweede paal staat niemand. Muller, 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 paal. En dan nog niet erin. Nee, nog niet erin. Heijmans. Jongen, Tim Muller had zich onsterfelijk kunnen maken. Helemaal vrij, op 2 meter van het doel moet hij hem erin schieten. Schiet hij op de binnenkant van de paal. En dit is gevaarlijk spel van Rademaker, denk ik. Of een overtreding van iemand van huis. Hij geeft het voordeel aan de thuisclub. Maar Timmetje Muller had hier als invaller de beslissing van de wedstrijd op zijn schoen. 5 minuten nog. 5 hele hete minuten. Omdat die bal van Muller niet binnenvliegt, maar tegen de binnenkant van de paal het veld weer instuit. Een reuze kans voor Sparta. 5 minuten voor tijd. Maar die gaat er niet in. En dus nog altijd 0-1. En nog altijd de spanning van een gelijkspel. Waar Sparta niet uit zou komen. 4 minuten nog inmiddels. We gaan kijken bij Paul Nolen. Nou, Sparta Rijkerk nog altijd de 0-1 voorsprong koestert. Frederiksen die de bal uitwerkt, maar dat doet tot bij Verbond namens Sparta Rijkerk. Ja, namens Huizen, die geeft hem naar de linkerkant. Dat is daar veel vrijheid voor de voorzet. Die moet voor Rijnvis zijn en die is voor Rijnvis. En zo heeft Kevin Rijnvis de bal ook weer gekust. Want nog altijd, ja, ik blijf het maar zeggen, zolang het aan de hand is, geen tegentreffen. De laatste minuut loopt. Sparta dat, vlak voordat ik hem naar Paul Nolens doorgaf, de bal op de paal zag via Muller. Daarna nog Tissoudali ook op de paal. Tissoudali is nu zijn tegenstander kwijt. En dit moet de beslissing worden voor Sparta. Hij moet naar Muller. Hij moet naar Muller. Maar hij wacht zo ontzettend lang tot frustratie van de trainer voor me. 2-1, zegt ook trainer Ouali. Die maar niet begrijpt dat de bal niet voorgegeven wordt door Tissoudali. Kan hem breed leggen. Schuift Muller hem erin. Dan is het over en sluiten. Maar Tissoudali wacht en wacht nog maar eens. Ja, het loopt ook heel vaak wel goed af. Maar in dit geval even niet. Iets eerder spelen en het is bingo. Nu krijgt Sparta slechts een corner met Van Kammen. Gaat hij tijd rekken? Dat hoop ik niet. Wat heb ik al zo'n hekel aan met die cornervlag? Nou, het levert hem een inworp op. Hij kan het overlaten aan Dave Heijmans. Ja, het is levendig in Huizen omdat de 0-1 nou eenmaal reden biedt tot heel veel spanning. En we de blessuretijd zien ingaan zo langzamerhand. Want dat kan nooit meer lang duren. Het is Muller die een nieuw uitdeelt. En dat is weer gezien door de uitstekend leidende scheidsrechter Schaper uit Dokkum. Het is de blessuretijd die loopt in Huizen. En we gaan maar kijken of Sparta deze overwinning over de streep kan trekken. En zo hele goede en belangrijke zaken kan doen in de strijd om de eerste periode. Want de laatste tussenstand die ik kreeg was een achterstand voor medekoploper Dovo. En dat betekent dat Sparta 2 wedstrijden voor het einde van die eerste periode ineens alleen aan kop komt te staan. En dan mag je het met 2 wedstrijden tegen 2 ploegen uit het rechterrijtje eigenlijk niet meer weggeven. Maar goed, eerst deze overwinning. En dan gaan we het daarna wel weer eens over het programma hebben voor de Nijkerkers. Als de bal bij Verbond is. Verbond moet hem gaan inbrengen. Nou, wacht wel heel erg lang. Niks doen. Nee, David die de bal een tikje geeft. Maar Verbond houdt bal er zit. Via Limon de voorzet bij de tweede paal. Te Veldhuis net voor Pengel. Maar de druk is er nog altijd. Pengel staat vrij. Maar Te Veldhuis moet kiezen. De voorzet van Benning op het hoofd van Van Kammen. En zo is iedereen op de helft van Sparta Nijkerk te vinden. Ook de verdedigers van Huizen. De voorzet nogmaals van Benning. Het uitkoppen. Nee, de omhaal van in dit geval Edwy. En die gaat Rijnvis laten lopen, zodat het een cornerbal wordt. Heb je toevallig aan de andere kant van de lijn Arno hangen, geef ik hem nu heel even over om te kijken hoe het einde zal. Helaas Arno en helaas NSC. Maar Sparta, dat lijkt wel op weg naar weer een 3-punter. Een doeltrap nog voor SV Huizen, dat heel veel haast heeft. En dan wordt aan de grensrechter gevraagd of het een corner is. Nou ja, ik heb geen idee, maar de bank van Sparta is boos. Nou, het is af en het is een zwaar bevochten overwinning.
Ondanks dat Sparta Nijkerk heel veel kans had om de 0-2 te maken, bleef het tot de laatste stik weer spannend. Maar Rijn wist voor de zesde keer op rij de 0. En weer 0-1 levert weer 3 punten op Sparta is. En daar ga ik u zometeen nog wat meer over vertellen. Alleen eerst erin.